Ja, hoor. Heb jij nou uit al die tijd nog met die 5 meter hier al gedaan, joh? Ja, vind je het erg? Niet zeuren. Ga het zelf maar doen. Kom je een boom tegen? Nee, ik kwam de GPS wel even instellen. Het lijkt zo. Zet ik mijn GPS weer uit, lekker bij de hand. Handig. Ik moet het weer even opnieuw installeren. Met stuur. Oh ja. Persen balen. Zo, follow me aan met de ophaalwagen. Maar waar? Kun je zelf niet bouwen? Follow me. Ja. Wordt weer te gek. Kan, denk ik, maar. Het is ooit ook gemaakt door iemand, maar ja. Hey, wat ligt hier? Hey, dat is leuk. Dit vind ik leuk. Ka-ching. Ja, ik hoor hem. Ik ook. Je moet nog 5 watertrailers vinden. Uh-oh. Je hebt een watertrailer gevonden. Kijk, dat vind ik nou eens leuk. Een ding vinden dat ik zelf niet heb verstopt. Ah. Wat de hek is dit nou weer? Een hek? Meestal een vangrail. Oh, hier zit een heel groot bobbel in de veld. Ja, het is wel te merken ook, ja. Een soort dijk. Een waterkering bij de IJssel. Ja. Heb je ondertussen wel nodig. Daar woon ik, hè, de IJssel. Heb je wel natte voeten? Nee. Bijna. Nee. Ik zit 3 hoog, dus dat valt wel mee. Ja, is bij jullie ook erg of valt mij in de buurt? Valt mij. Oké. Okay. Nog. Als jij het water voor de ramen ziet klotsen, dan moet je snel wezen. Ja, dan moet je zorgen voor de koeken. Dan heb ik in ieder geval een goede reden om zo ver mogelijk weg te blijven. Ja, dat is waar. Je hoofd zorgt dat de koelkast gevuld is. Juist. Als Richard water voor zijn ramen ziet, dan moet hij naar 4, denk ik. Ja, liep ik heel geur. Yep. Computer mee. Ja, dat sowieso. Maar buiten kun je niet, dus kun je beter maar gewoon gamen. Opslagmomentje. Yeah. Heeft niet hoor, moet ook gebeuren. Dat is waar. Dat sowieso. Bijna weer een veldbaar. Ja, dat is ook wel. Dat is wel leuk werk af en toe, hè? Gewoon lekker doorrammelen. Ja, een beetje dom werk doen. Lommische GPS. Dat heb ik nou ook aan doen, dom werk. Lommische GPS is echt van slag. Het is allemaal bocht in. Nou in. Hoe is het met je combine? Nou, 96%. Ja, ik begin de kop te zien. Uitstappen. Oh. Rennen. Kijk. Ver achteruit rijden, want dan rij je tegen een vent aan. Oh, dat kan mij aan die vent nou schelen, joh. Ja, pas op, hè. Vent is weer normaal, als het goed is. Oh. Ja, ik hoor hem in ieder geval niet fluiten, dat klopt. Nee. Nou, kom maar op met die MB. Nee, die JD. Oh, heb die weer de JD meegenomen? Ja, dit vind ik nu de brute trekker. Uh-oh. Nee, die van mij is bruter. Nee joh, het geluid stel niks voor joh. Nee, toevallig niet. Ja, en nu? Zo, sta je nou tegen de vent? Nee. Ben je erbij? Bijna. Zo. Nee. Wat vind je van Richard? Is het wat? Ja, ik had hem al gezien. Oh, je had hem al gezien. Ja. Ook met zijn rookpluimpje te schoorsteen.
Ja. Ben Bruut. Oh, die doet het ook goed. Ja, er zit in ieder geval herrie in. Er zit inderdaad genoeg barrel in. Kun je in ieder geval een concert beginnen met snallen. Ja, ik weet niet welke er nu harder het hardste is. Nou, ik denk die MB. Ja, dat denk ik ook. Ja, die doet er niet voor onder, hoor. Maar mijn gamegeluid staat weer een beetje naar beneden of zo. Je moet toch ook die lijnen in één keer onder je trekker kunnen zetten? De GP af. Dat schijnt inderdaad wel te moeten kunnen, ja. Maar vraag niet hoe, hè. Hey, en die echo is nog steeds afwezig? Ja, ja, ja. Ga goed, ga goed. Welke echo, 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 ja, echo? Die vervelende echo. Waar we bijna 3/4 jaar last van gehad hebben. Ja. Echo, echo, echo. Ho. Ik vind het gewoon niet zien. Dat ik nu ook gewoon mijn game geluid harder kan zetten. En jullie. En jullie? Jullie. Gully. Zully. Gully. Gully. Zully. Ja, dat kan ook. Wat is dit, jongen? Richard, heb jij een vrijdagmiddag gehad? Ik heb gehad. Nee. Niet normaal, hey. Ik ben bijna jarig. Sst. Ah. Ik ben alvast aan het feesten. Ik snap het. Oh, morgen pas. Oh, oh, oh. Ik wacht nog een week. Ja, dit is echt... Echt, hoe noem je dit? Zo'n slingerpadje waar de luizen op verdwalen gewoon. Voor de rest alles gezond? Wel. Dat moet zelf ook niet weten. Als het goed is wel. Als het goed is. Ja, ja. Ja. Oh, dan bleef mijn stuur hangen. Maar je met stuiter. Mijn stuur bleef hangen. Nee, dat is door. De vent wordt ziek. Hij gaat maar 19. Verder die hard zat. Jawel. Nou dan. Ik zou ook nog Klaas erbij gaan halen voor die balen op te halen dan. Dat is toch wel een beetje te asociaal. Ach, was hij, ja, was hij heel... Holland. We zetten het hele wagenpark neer. Maar blijf uit. Ja, dat opgepakt worden. Ja, maar daar ben jij voor. Ik kan zeggen, jij bent dan meestal weer weg. Jo, was leuk, doei. Ja, zitten wij weer met rommel. Niet of wat? Nee hoor. Wie is er weer geld aan het verdienen? Ja, wie hebt al die contracten erin gezet, geaccepteerd? Dat is niet zo moeilijk. Geld uitgeven en geld verdienen is moeilijker, hè? En? Wie hebben samen dat vel, die velden die jij nu aan het bemesten bent allemaal gecultiveerd en ingezaaid? Dat vind ik dom. En dat hebben we op de week gedaan. Dat was ook een werk, hè, Blommie? Nou. Eén na de andere. Hopla, weer één. En dan was die klaar en dan deden we het contract beëindigen en dan kwam die pomp bemest. Of zaaien. Enzovoort. En maar door. En maar door. Ja. 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 Volgens mij hebben we wel nog wel eens een keer een flinke rit gedaan. Ja. Ho. 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 Ho, jakken. Achteruit. Ja, achteruit. Ik zet hem even hier, want... Hè? Zo. Nou, kom maar weer met de volgende, met de keep it. Ja, ben onder. Weg. Weg. GPS weer recht zetten. Onwerk aan weer. Wat?
GPS is niet zo handig. Oh, dit is helemaal een moeilijke. Je ziet de GPS-lijn niet staan. Het gewas is te hoog. Is dat een werk dan? Nou, ik heb wel een knopje om die GPS-lijn te verschuiven, maar dat gaat niet zo heel snel. Hè. Dan moet ik bijna een complete baan opschuiven. Maar en die knopjes met dat pijltje, dat werkt soms ook, maar niet altijd. Nee, kijk, daar heb je het al, soms. Nou, zeg maar nooit dus. Nooit? Bij mij wel, hoor. Ja, maar dat is bij jou. Nou, ga goed komen. Hallo, je bent aan het bemesten. Hè? Je bent aan het bemesten, zet je toch gewoon de breedte even wat smaller. Rijd eerst een strookje en dan hop. Oh, kan. Waarom? Ja. Zo. Wat zal ik doen? Ja, dat weet ik niet. Moet je zelf weten. Kijk maar wat je doet. Dat was doe je niks. Dalen ja, moet ook opgeruimd worden, hè. Ja. Wow, als je contract klaar is, kun je dat nog opruimen. Ja, je moet hem alleen niet accepteren. Je moet het alleen niet... Nou, als de ballen onderliggen, kun je ze wel pakken, geloof ik, hoor. Oké. Okay. Oh, ik dacht, was het dan ook van het veld te verdwijnen? Ja. Stro wel, sowieso. Stro sowieso. Maar balen dacht ik niet, hoor. Oh. Ik ken wel, maar... Heb je al 5000... Nee. Euro. Nee, liter. Ik zit aan de 2500. Ik rij heel netjes met Blommie mee, maar Blommie rijdt gewoon door. Pak je nog sta je toch? Nou, wat dan moet je door het veld heen? Ja, ik wou vragen, pak je nog een koppakketje mee, man. Mooi vrachtje voor je P. Ik kan het je even testen. Wat? 31.500 tarwe. Oh, moet ik even koppelen? Ja, dat kan. Dan doe ik even dit veldje klaar. Zet maar neer. Dan moet Blommie eigenlijk eventjes nog een kopje doen. Dat gaat niet van harte. Nee. Daar moet natuurlijk wel met een volle kippen dan, hè. Nee, halve kippers rijden we niet. We moeten nog 3048 liter hebben. Het komt toch wel van zo'n kop af? Of niet? Sjabbelen. Ik weet het niet. Lommy vindt het maar vervelend. Ja. Hij wordt er stil van. Ik zal niks meer aan je vragen vandaag. Dat is heel moeilijk. Aan de overkant, het is stil. Er lag een baal. Ik was toch op tijd of niet? Ja. Je staat te ver weg, vriend. Ja, ik zie het. Laat hem. Ja, blijf staan. Ik haal achteruit. Blijf staan. Ja, oké. Okay. Blijf nou eens staan. Ja, het is goed, hè. Nog 600 liter. Hij zit vol. Ja, ja. Zeg. Hoppla, weer een. Nou, ik koppel de dingen hier voor jou af. En wil jij weten of ik met dat ding wel weg kan rijden? Nou, het staat al wel bovenaan, zowat. Dus ik zet hem wel even beneden neer. Dat wil zeggen, hij moet natuurlijk niet de test half doen, hè? Ik weet niet eens waar het naartoe moet. Van voren! Nee, ik moet niet van voren koppelen. Van achteren. Ja, dan moet je wel even naar beneden rijden, hè? Goed, ik rij wel een rondje voor jou. Geen probleem, joh. Zal ik dan... Ik haal de balenkar op. Haal jij maar mijn balenkar. Ja, anders ligt straks al die pak stro in de weg voor die shot. Ik heb zo'n mooi ding ervoor, die kan mooi duwen. Waar moet ik toe rijden dan? Een heuveltje opproberen. Dat was jouw idee, toch? Ja. Huh? De richting kruispunt en dan draaien.
Hij heeft zoveel gang erin dat hij gewoon overdwars gaat staan aan die opa is. Ik ben gelijk op z'n kant met de nieuwe trekker. Nee, nee, nee. Met een volle kar kun je een beetje sliden. Dan moet hij naar boven toe. Ja, oké, ik haal de balenkar. Waar is de balenkar? Bij de B van balenkar. Hij zakt niet veel aan, hoor. Er staat bij mij een. Oh, hier staat de balenkar. Waar moet het spul naartoe dan eigenlijk? Waar zijn jullie bezig? Veld, hoogstum 12. Tarwe, naar de graanmolen. Graanmolen. Sorry. Oh, dat is die. Hé. Hey. Goed. Zakt hij niet veel af? Nee hoor. Is die snel? Genoeg. Oké, de wedstrijd doen met de vent. Dat doen we niet meer. Met de John Deere dan. Ik ga eens even lossen. We moeten echt nog een keer trek gaan doen hier op zo'n veld, hoor. Ja, trek, dat zou ook kunnen. Richard is er niet zo voor, hè? Nee. Nee. Oh, waarom niet? Saai, bedoel niet. Ja. Ja, maar het hoeft ook geen hele dag. Moet ik mijn stream nog even aanzetten? Nee. Doe dat niet, alsjeblieft. Maar dan klappen okay. We met z'n allen eraf. Ik ben blij dat ik erop zit. Dat ik wat kan doen. Ja. Oké. Dat weet je nog niet of het daaraan ligt. Nou, ik heb wel een beetje vermoeden, want... toen we die stream nog niet deden, toen ging het ook best wel goed. Elke keer. Vroeger bedoel je? Ja, vroeger. Nee joh, dan waren we er ook om de zoveel tijd ineens af. Toen kwamen we er wel erop. Ook niet altijd. Maar na die instellingen toen wel een poos. Hoppatee. Kiep je met die zooi. Hij hangt wel een beetje stoer achterover met die kar erachter. Ja, vind ik gek 900 kilo ook nog aan de achterkant. Ja, ja die gewichten. Wat aan de voorkant dan? Eigenlijk wel, hè. Ik denk dat er nog een frontgewicht op moet. Oh ja, ik kan erbij kopen trouwens. Origineel of Ja. Oh. Volgens mij zo. Oh. En B-track. Wacht, ik ga gelijk kijken, dat vind ik leuk. Oh jee. Bij de gewichten of bij En B-track misschien zelf? Ik denk gewichten, maar... Staat er onder en mot. Ja, BB en B-track gewicht. Oh? Mercedes-Benz track. Die hoort erop. Een ronde buis. Ah. 1 ton. Een ton. Tandaard of groen. Deze hoort bij jou. Ja, die groen hoort erbij. Deze. Dat kan ik al niet zien. Ach, weet ik. Ik koop hem wel, dan kan je niet. Nee, ik hoop dat het gewicht een beetje helpt aan de, in ieder geval een ton dat genoeg is. Ja. Deze is ook wel gaaf. 2,5 ton. Die van Blommie. Ja, die wou Blommie hebben. Hij kan ook nog eens mee rondrijden. Hey, als je dan kleuren opdoet, Richard. Waarop? Is dat mooi of niet op die safety bumper? Moet me kijken. Ja, het ziet er een beetje vreemd uit dan, vind ik. Nee, ik kan hem zonder sticker doen, maar je kan hem ook met sticker doen. Ja, maar ook in een kleur. Maar dan wordt hij helemaal raar metaliekachtig iets. Ja. Dat klopt. Ik zou hem denk ik wel gegalvaniseerd houden of zo. Echt, vind ik lelijk.
Is dat zo'n agri-bumper? Ja. Ja. Oh ja, oh, zeg, niet direct lelijke bumpers. Nee, met flitsen zo weet ik het allemaal. Fender hoor. Mooi. Waar ben je? Oh, ik zou even helpen, even helpen, even helpen. Maar goed, er zijn genoeg gewichten voor je. Ja. En wat hadden we dan nog meer? Want we hadden 9 dingen. 2 aanpassingen. Oh, die 70. Die bus. Bus. Safety bumper. Ja. Kunnen er alle merken op? Oh ja, die sheet dingen. En die zaaien. Nee, die had ik er al bij. Oké. Okay. Het wordt donker, zag je ze aan. Nee. Ah, joh, het is in juni. Nog wel even licht. Jawel. Zal ik die kar even hier neer ploffen? Ja, plof maar neer hoor. Maar niet op het zwaard zetten, alsjeblieft. Precies ernaast. Op het randje. Sorry, ik zal hem even ietsjes opzij duwen. Anders moet je net met je wielen tegen de wielen. Gewoon niet. Doet er nog een keer zo? Oh ja. Ik hoor jullie tuteren. Nee. Dan kom ik met zo'n armzalig toeter klaksonkje. Niet eens horen. Nee, ja, precies. Ik zal dadelijk wel die in Nieuw-Holland even fieten. Oh ja. Fieten? Ja. Wat een hem. Wat is dat? Dat is Belgisch verpakken. Oh, een fitte. Oh, ja. Oh, voor de toeter alleen. Even dat ding ophalen om te kunnen toeteren. Ja, is een mogelijkheid. Hadden hij een rondje toeteren. Of ik kan het ook gewoon bij mijn boerderij doen. Dan horen jullie hem ook. Ja, soms wel, soms niet of zo. Ook zoiets raars. Heel die multiplayer zitten zo raar in elkaar. Maar in elkaar geflanst. Fijn.